Ja, dat woord alleen al. Dat, nee, dat, zo werkt het niet hoor. Verkering, direct verkering, nee. Mm-hmm. Had het een naam? Had het een naam? Of was het alleen het gevoel? Gevoel was het, ja. Het was iets wat je zelf bij jezelf ook niet kende. Want het was voor het eerst dat je niet eens thuis kan brengen of met iemand erover kan praten of met je ouders of zo. Dus, want dat gevoel waar ik het over heb, dat hele speciale gevoel, dat deelde jij toch wel met Hans, want over hem gaat jouw verhaal. Zullen we kijken? Ja. Goeree Overflakkee, een eiland in Zuid-Holland, direct onder Rotterdam. Een eiland dat al decennia lang leeft van landbouw, bloemteelt en toerisme. Goeree is ook het eiland waar Miep haar eerste grote liefde ontmoet. De 16-jarige Hans van Kempen uit Melissand. Hij schepte niet op. Hij was niet aan het brullen en het blaren. Hij was eigenlijk een beetje een figuur die gewoon zo zat en lachte. In die tijd lachten de jongens niet, die overdreven altijd. En dat had hij helemaal niet. In 1955 is de tram het enige openbaar vervoer op het eiland. Miep gaat elke dag met deze tram van haar woonplaats Ouddorp naar school in Middelharnis. Met als hoogtepunt het zwaaien naar Hans. Je moest ook altijd aan de linkerkant in de tram zitten, dus je zorgde ook dat je aan die kant zat. Dat is goed druk. En nou, dan kwam je bij Dirksland en dan stond hij er altijd. En dat geeft zo'n vertrouwd beeld. En dat geeft ook een beeld van, nou, dat wil je gewoon. Hij wil dat en ik wil dat. En dat geeft dan ook die verbondenheid, dat je dat alle twee wil. Nou, dan zwaaide je en dan ging die trein doorrijden en dan kwam je bij school. En dan stond hij daar alweer aan de zijkant van de school, fiets opgeborgen en dan begon het weer. In het verzuilde Nederland van die periode is er een strikte scheiding tussen de openbare MULO van Miep en de christelijke MULO van Hans. Twee identieke scholen naast elkaar, gelegen in dezelfde straat. Dit was dus de christelijke school aan deze kant. En dat was de openbare school. En die tussenin was het hek. Door het hek gescheiden zien Miep en Hans elkaar in de pauzes. Wanneer de scholieren met z'n allen rondjes om de gebouwen lopen en zo elkaar in de gaten houden. Het is eigenlijk heel vreemd om dat na zoveel jaar weer terug te zien. Hier ben ik echt nooit meer geweest. Wat zie je dit? Dus dit stukje om en dan het volgende stukje om. De dromerige Miep heeft in haar hoofd al verkering met Hans. Maar de liefde wordt nooit uitgesproken. Dat gebeurde zo en daar had je ook het vertrouwen uit. Omdat het ook onbesproken was. Dat ging in je fantasie gewoon doorleven. En daarom werkte het ook veel sterker door. De mooiste momenten voor Miep zijn die na schooltijd. Als ze met elkaar afspreken. Hans neemt Miep dan mee op zijn fiets over de dijk naar Dirksland. Achter op de fiets zitten. Ik heb misschien ook voor op de fiets, is nog veel spannender natuurlijk. Voor op de stang zitten. Dat was het toppunt van romance. Voor op de stang zitten. Met die armen er zo mee. Ja. Nou, en dan na die tijd gingen we bij elkaar zitten. En dan gingen we erover praten en een beetje dicht tegen elkaar aan zitten. En dan, ja, dan voelde hij helemaal warm worden. Dan was het gewoon, ja, dan begon het gewoon. Die onschuldige verliefdheid van Miep loopt volgens haar moeder vreselijk uit de hand. Miep komt te laat thuis en is onbereikbaar. Ze wordt door haar moeder op de boot gezet naar een tante in Rotterdam, om tot bezinning te komen. Ze blijft 6 maanden weg en heeft geen contact met Hans. Bij terugkomst op Goeree hoort Miep tot haar grote schrik dat Hans een nieuw vriendinnetje heeft. Ze is te trots om Hans uitleg te vragen. Miep heeft haar grote jeugdliefde nooit meer gesproken. Omdat je Hans dan nooit meer ziet. En je gaat wel weg, maar in je mind gaat het niet weg. En dan vergelijk je Hans dus steeds met andere jongens die je tegenkomt. En dan ontdek je dat die lang niet zo goed zijn of lang zo aardig niet zijn. Dus, en dan sta je daar niet verder meer voor open. Omdat je toch dat wilt vinden wat je toen had. Je zou bijna nieuwsgierig zijn hoe dit uitzag. Nu. Voor jezelf in je beeld is hij niet veranderd natuurlijk. Maar hij zal wel heel enorm veranderd zijn natuurlijk. Ik zou het niet weten. Wat praat ik op?
Het is heel, heel verrassend om de reacties hier te zien. Alle jonge mensen wil ik zeggen, oh wat erg dat je dan weg werd gestuurd. En de wat ouderen onder u roepen allemaal, ja, ja, dat ging zo vroeger. Jij zat ook vol verbijstering te kijken. Verschrikkelijk. Schuwelijk. Ja. Ja. Nee, in die tijd waren de kinderen nog... ik heb dan een klein stukje daarvan meegemaakt, denk ik toch wel. Als vaders wil was wet en moeders wil zeker. Ja. En daar werd niet aan getornd. Ik wil even terug naar Miep. Mm-hmm. Jij zei dat je best nieuwsgierig was geworden naar de Hans van nu. Nou, wij niet minder, kan ik je vertellen. En wij zijn natuurlijk op zoek gegaan naar Hans. En wij vonden hem in de oerwouden van Brazilië en namen hem mee terug naar Nederland. Jezus. Ja. Van Miep Kamp kan ik me herinneren als meisje van een jaar of 16... dat het een leuke, frisse meid was om naar te kijken. En die tijd op school, ja, wat kan je dan zeggen, verkering hebben. Het is mijn vriendje of mijn vriendinnetje. Nou, dat mag je dan wel zeggen. Ja, ik vond dat wel een leuke meid. Dus. En dus liet je daar een extra oogje op vallen. Nou, dat vind ik een hele eer dat zij verliefd was op me. Ik heb dat nooit geweten. En dat is jammer dat ik dat nooit geweten heb natuurlijk. Want dan hadden we daar misschien wat anders aan kunnen doen natuurlijk. Met een smoes wordt Miep gevraagd nog een keer naar het strand te komen. Wat zij niet weet, is dat haar oude liefde Hans daar ook aanwezig is. Op een gegeven moment zet je je eigen leven weer op de rit. En dan ga je gewoon voor hoe het gaat. Ja. Dus ik denk niet dat, dat je op later leeftijd kan zeggen, nou jongens, dan speelt het allemaal nog. Denk je dat je hem zal herkennen? Goedemiddag. Goedemiddag. Zou je kennen? Ja, ik denk het wel. Ja? Maar dan moeten er geen 50 mensen staan. Ja. Maar Miep, weet je wie jou net een goede dag zei? Nee? Moet je eens kijken. Daar staat. Er liep net iemand voorbij, die zei jou gedag. Ja. Is dat Hans? Nee toch? Echt waar? Ja! Echt waar? Nee, echt waar ze. Ah joh. Nee, die herken ik niet hoor. Ik herken je niet hoor. Hoi. Heb je gemaakt? Hoi. Nee, ik heb hem niet herkend. Ja, maar hoe kan je het gepresteerd krijgen om iemand uit Zuid-Brazilië weg te krijgen? Brazilië? Ja. Oh, daar zou ik toch ook nooit naartoe gaan. Kom, we gaan een glaasje... Ben je naar Brazilië? Ja. We gaan een glaasje... We gaan een glaasje bier drinken om dat te doen. Kom op dan. Goh. Potverdorie. Dat was 42 jaar geleden. 42 jaar geleden? Ja. Ja, heb je dat niet uitgerekend toch? Nee, dat, ik ben heel slecht in rekenen. Wat? Even kijken hoor. Nee, nou zie ik het een beetje. Ja, ik wil een beetje. Kom. Ja, ik was al echt heel verlegen. Wie? Ik. Niet al weet. Ah, ja joh. Huh? Ja joh. Nou, op het weerzien. Nou, proost dan. Op deze hete dag. Op het echte warm strand. De stem herken ik nu ook wel weer een beetje. Ja? Ja. Het is niet al te rot geworden. Nee, dat is in de ziel, hè? De stem komt uit de ziel. Dat is mijn naamgenoot. Dat is Hans. De kleine Hans. Ja. Ik denk dat je die zocht. Ventje, kijk toch? En daar heb je dat ventje weer. Hè? Huh? Ja. Nee, dit? Dit is mijn kleinzoon, die woont. Ja, en dat ventje bedoel ik. Nou, dat is een hele belevenis natuurlijk. Hè. Om dus lui van 42 jaar terug weer te ontmoeten en oude herinneringen op te halen. Ja, dat is toch eigenlijk wel prachtig. Ja. Gaat wel prachtig. Hè? Gaat wel leven. Ja, ja, dat gaat best. Dus. En wat gaan jullie zo meteen doen? Nou, voorlopig gaan we eerst maar een beetje goed gaan eten. En dan de rest zullen we dan weer wel zien. Gaan eten. Taboom. Taboom. Yes. Hé, hey, leuk, bedankt. Yes. Tot ziens. Dus. Het erg. Heel leuk. Yes, zei ze. Ik heb hem. Heftig, hè?
Ja. Eindelijk gerechtigheid. Ho, 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 ho. Ho, ho. Want laten we eens even bij het begin beginnen. Want ik ben natuurlijk geen expert, maar het lijkt wel of een klein beetje een oude vlam weer zag oplaaien. Ja. Ja, het was eigenlijk net als vroeger. Want dat plaatje wat jullie maakten, die 42 jaar, die waren verdwenen. Ja. Naar mijn gevoel. Ja, was ook zo. Heel raar. Dat weet je van jezelf natuurlijk helemaal niet. Gewoon klik. Ja. Wat hebben jullie die avond nog meer gedaan na het eten? Zijn nog rondgereden naar oude plekjes? Ik ben heel trots. Ik werd uitgenodigd. En we zijn naar een restaurantje gegaan in Melanis. Vlinders? Ja, ja. Ja, heel raar. Vlinders in de war? Ja, in de war. Heel erg in de war. Ja, echt? Ja. Want s'avonds ben ik teruggereden en... ik ken Flaké ook wel een beetje. Ja. En ik weet niet precies wat fout gegaan is, maar die reed alleen nog maar... het was wel kerstmis. Al die lichtjes van Rozenburg. Dus ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk? En ik ben 3 kwartier rondgereden of zoiets. Toen zag ik weer een bord alle richtingen. Nou, toen ben je alle richtingen. Altijd goed, hè? Nou, dan ging ik alle richtingen. En toen zag ik een bord Rotterdam-Nijmegen. Ik dacht, ga maar. Ik moet niet naar Nijmegen, maar ik zie het wel. Je moest naar Almere. Ik moest naar Almere. Ja. En ik had afgesproken 3 dagen later in een restaurant bij Leiderdorp, wat ik niet kende. Dus ik dacht, ik moet langs Leiderdorp gaan rijden, want dan kan ik alvast weten waar het is. Tuurlijk. Ondertussen was het zo 1:30 geworden, 11:45. En ik moest tanken. Mijn tank was bijna leeg. Ja, als je rond blijft rijden, loop je dat gevaar. Precies. Ja. En daar bij Delft is een tankstation dat 24 uur open is. En dat wist ik ook, dus ik was gaan tanken en... betaald en ik rijd weer door en opeens rijdt er een BMW voor me en die zegt zo aan de kant. Ik dacht, oh god, ja, ik rijd 120, dus ik mag maar 100 rijden hier, geloof ik. Zo'n verkapte politie, weet je. En ik stop dus en het raampje naar beneden, zegt die man, je moet even uit je raam kijken. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, kijk maar uit je raam. Toen keek ik, had ik de hele slang van de benzinepomp meegenomen. Ja, dan ben je verliefd, hoor. Dan ben je echt zo ontzettend verliefd. Hier, hoor. Ik dacht, er ontploft nou iets. Het kan niet anders. Ben je nog wel thuisgekomen die avond? Ik heb het opgerold en teruggebracht. Ja. De slang dus. Ja. Ik zei tegen die man, ik heb de slang teruggelegd. Hij zei, goed. Ik was 2:30 thuis. Ik was later thuis. Ik weet niet eens meer hoe laat ik thuis was. Nee, dat kan me wel voorstellen dat je dat helemaal vergeten bent. Oh, verschrikkelijk. En hoe is de stand van zaken nu? Hebben jullie nog contact? We zijn dus gaan schrijven. En ik denk dat ik zo december, november een keertje daar naartoe ga. Oh? Naar Brazilië. Ga je even op vakantie? Even op vakantie, ja. Samen kijk met hoe hem. Het er is, ja. Kijk hoe het er is, maar... Met... Als om daar misschien te blijven? Te blijven. Maar dat weet ik nog niet. Nee. Eerst maar eens kijken hoe dat samen... Eerst maar kijken hoe het allemaal gaat. Er zit een heleboel tussen. Maar ik vind het hartstikke leuk. Enig. Hou je ons op de hoogte? Ja, dat zou ik doen. Oké, dankjewel voor dit prachtige verhaal. En ik wil jullie trouwens allemaal bedanken voor die mooie liefdesherinneringen. Dankjewel. Ja, dit was echt het laatste verhaal van vanavond. Maar...